We gaan even kijken of we de tuin een beetje kunnen fatsoeneren. Voor oud en nieuw. De laatste dag van het jaar 2022. Zo, kijk even uit met die killerboeps van je. Dus wat heb je nou weer gehad? Ja, wat zal het worden? Maar jij doet altijd echt wat zal het worden? Ik word helemaal gek voor jou. Doei! Nieuwjaars. Nieuwjaarscadeautje. Cadeautje winactie. Ja, superleuk. Ja, gewoon. Ik vind dat het een van jullie nieuwe voornemens moet zijn om lekker gezellig wat te gaan doen. Met je geliefdes, lekker met je uit. Vrienden. Sergio die gaat nu appelflappen maken met geschoeid haar. We hebben ons gewogen. Nou, dit heb ik echt nog nooit gewogen. Ik wist dat ik mezelf had laten gaan de afgelopen maand vooral. Maar ik weet niet waar het echt ontspoord is, zeg maar. Maar dit is echt. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve taties. Welkom bij een nieuwe video. Jesse en ik zijn lekker in de tuin aan het spelen. Het waait. Het is wel droog. Het is niet heel koud. En we hebben kerstbrood. Ja! Jij ook? Heb je ook kerstbrood? Oh, lekker, neem maar lekker hapje. Oh, lekker. We gaan even kijken of we de tuin een beetje kunnen fatsoeneren. Voor oud en nieuw. Dan kunnen we fikjes steken en dan kunnen we allemaal onder het vat staan. Ja. Met misschien marshmallows. Hè? Maar en? Ja, die ga ik nog kopen. Oh, ik heb er iets verkeerd gezet. Want hier in de garage staat nog steeds ontzettend veel hout en stenen. Die wil ik naar buiten doen. Het hout niet, want dat moet droog blijven. Dan kunnen we weer fatsoenlijk de motor en de fiets. Ja, spijs. Lekker hè. Parkeren. Want we hebben natuurlijk een hele grote garage. Maar als het zo vol staat, dan kan je er alsnog niks meer in kwijt. In ieder geval, het is gewoon niet heel handig. Dus dat gaan we even fixen vandaag. En paaltjes bij het schapenhek, want dat heeft iemand gezegd. Bij een schapenhek staan onder zoveel meter ook gewoon paaltjes. Ik dacht, ik span hem wel gewoon tussen de schuttingen en dan gaat het helemaal goed. Maar dat gaat niet goed. Dus we gaan even paaltjes slaan, fatsoeneren, opruimen, pad leggen, hakken en graven. Let's go! Jesse wil heel graag de stenen aanslaan. Goed zo! Zo! Oh. Ja, is goed zo. Dankjewel! We zijn inmiddels een paar uur verder. Ik ben, zoals je ziet, zeikers nat. Jesse is ook een beetje nat, maar die is nog wel binnen geweest. Je hebt lekker PlayStation gespeeld. Hè? Ja. Was het leuk? Ja, maar ik was weer dood door de beestjes. Ja, dood door de beestjes inderdaad. Veel oefenen, hoor je vanzelf beter. We hebben inmiddels een lekker vuurtje aangestoken. Ja. Nou ja, lekker. Ik bedoel, het regent en het is nat hout, dus het rookt heel erg. Ja. En we gaan dadelijk een marshmallow kopen en om in het vuur te warm maken. Ja, inderdaad. Dat zeg jij heel goed. We gaan marshmallows kopen en dan in het vuur weer lekker warm maken. En dan moeten we eigenlijk ook chocolade... Je likt je lippen er al bij af. En dan moeten we er ook chocolade bij halen eigenlijk. Ja, hè? Want ik hou van chocolade met marshmallow erop. Ja, nou dus dan moeten we dat gewoon even regelen dan. Ja. En ik denk ook dat wij strakjes even in een heel lekker warm bad gaan. Wat vind jij daarvan? Nee. Oh. Stom bad. Stom bad? Jij mag nooit meer in bad. Nee, wel. En dan zeg ik dat jij niet meer in bad mag van mij. Ja, dat vind ik dus gewoon echt niet leuk, hè? Nee. Nou heb je me gekwetst. Oh, let's get talent, eat your heart out. René is thuis en die heeft leuke spelletjes gekocht. Ja. Huh? En nou zijn we Smurfspelletjes aan het doen. Smurfspelletje. Let's go. Let's go. Ja, we hebben Smurfspel. En campus build spelletje is van je eigen universiteit bouwen. Een beetje een soort rollercoaster tycoon volgens mij. Maar dan anders. Ik ga eventjes kipsteentjes maken, ja? Ik ga kipsteentjes maken, ja? Ja.
Ben jij toevallig een zusje van? Zusje van Gordon? Ja. Van vroeger. Never, nooit meer hoef ik alleen te zijn. Hoe ik smeek een liefde die er toch niet is. Ja, maar ik heb jou toch? Dus die is er wel. Een hele goede avond. Hele goede avond. De dag voor. Oudejaarsavond. De dag voor oudejaarsavond. De laatste dag van het jaar 2022. Kijk er uit met die killerboeps van je. Ja, ik wou zeggen de laatste feestelijke gelegenheid beetje van dit jaar. Ja. Nou ja, sowieso, want we gaan het nieuwe jaar in. En dat is dan weer gelijk gevuld met nieuwjaarsparties en recepties. En, ja. Maar zo'n bol gezicht als dat ik vandaag heb, daar gaat verandering in komen. Want ik weet niet hoe het met jouw vol slanke karnemelkfiguur zit. Maar ik ben er echt helemaal klaar mee. Maar je kan natuurlijk mij niet op pad sturen met de gedachte dat het gewoon onze laatste snackavond wordt. Dat kan niet. Ik ken niet. Dat kan niet. Dat weet je toch? Dus wat heb je nou weer gehad? Ja, wat zal het worden? Maar jij doet altijd echt wat zal het worden? Ja, jij gaat dan echt altijd helemaal all the way. Wat? All the way? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Laat mij geen boodschappen doen. Want dan neem ik alles mee. Hey. Nee, deze waren de crackers. Vanmorgen, denk ik. Die zijn vanmorgen. Ja. Ik dacht, oh, ja, de onion rings. Daar hou ik van. Voor jou. Ja, deze voor Jessie. Kan er meer crackers? Oh, ja. Snap. Maar ben ik die dingen vergeten? Wat? Stokjes. Nee, dat kan je niet maken aan... daar wordt Jessie heel ongelukkig van. Ik heb wel de marshmallows. Ja. Nou, dan moet ik morgen alsnog op pad. Lagen die er wel bij dan, die stokjes? Waar moet ik die stokken halen? Nee, natuurlijk niet. Ja, dan kan ik heb nog dit. Ik weet niet of het genoeg is. Geen houten stokjes, hè? Ja, houten stokjes. Waarom niet? In het vuur. Houten stokjes in het vuur. Ja, hij moet niet in het vuur. Hij moet smelten tegen het vuur aan. Ja. Ja. Ik weet niet of hij dat trekt. Maar we hadden wel... ja, van die rode... Van die, Nee, ik heb de oude kipspiezen gekregen van Rolf. Lekkere salade. Voor morgen. Ja, en lekkere salami. Salami. Sowieso voor ons tomatenmonstertje en voor onszelf natuurlijk ook. Lekkere cherry tomaatjes. Ik dacht een lekker stukje oude kaas en Benam honing. Wat heb ik sowieso meegenomen? Chocola. Nee, kom op schat. Ja, ik ben even blanco. Blanco? Boot. Wat ja, dan? Nee, je had het wel goed. Je had het wel goed. Ja, ik ben niet zo van de Snickers, dus die zijn allemaal voor jou. Nou, dat is niet helemaal waar, schat. Deze, oh ja, wat heb ik sowieso voor jou meegenomen? Alleen voor, wat heb ik meegenomen? Voor mij? Ja, voor jou, voor jou, voor jou. Ik ben... Peper. Ja, ja, met peper. Pepper. Ik word helemaal gek voor jou. Doei. Tadaa. Lekker. Pepper to peppers. Ja, die vind ik heel lekker. Ik ben niet van de olijven, maar dit vind ik heel deze lekker. Dus, denk ja. Ja, nu moet er weer mee. Oeh, kijk. Oh, schat. Kijk nou uit. Partybubbles. En toch allemaal zero, maar drie smaakjes cola. Lekker. Vanille en cherry. Cherry. En
Gewone. Raspberry. Een raspberry. Oh. Lekker met de Jack Daniels. Dus. En wat was nu alleen voor vanavond? Waar heb jij zin in? Jezus, ga je lekker. Wat? Zo. Nou, deze heb ik al trek in. Nee, deze vanmorgen. Ja, deze... doei. Oh. En de onion rings. Oké. 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 Ja, oké. Okay. Ik vind het een mooie keuze. Okay. Fine selection of quality products. Very nice. I start speaking a lot more English now, because my new job. Yes, you have to speak more English. Oké, nou, even, ik zal jullie even... Ik zal even weglopen van die stuiterballen en zo. Mijn hemel. Is bij jullie ook al... Oh, kijk dan. Ik hoor het al. Ja. Kijk. Begint het bij jullie ook altijd al, voordat het oud en nieuw is. Maar, we hebben iets leuks voor jullie, jongens. We hebben iets... weer heel leuks. Eigenlijk als nieuwjaars cadeautje winactie. Ja, superleuk. Ja, gewoon. Ik vind dat het een van jullie nieuwe voornemens moet zijn om lekker gezellig wat te gaan doen met je geliefdes, met je vrienden. Wij moeten dat in ieder geval wel doen. Hè? Want we zijn heel druk bezig geweest met het huis dit jaar. Nog steeds met... ik heb nog steeds bestralingen gehad allemaal. Ja. Dus ook toch nog een hoop ziekenhuisbezoeken geweest dit jaar allemaal. Het is echt bizar wat er allemaal in een jaar kan gebeuren. Ja. Ik bedoel, we zitten nu in ons prachtig mooie huisje. Die in mei pas opgeleverd is. Het voelt alsof we hier al veel langer zitten. Ja, dus jij zei maar, van dat je ook je management dingen weer op ging pakken op je werk en zo. Dat ik dacht van nou, het is gewoon bijna als voorheen. Ja. Maar dan met iets meer kalte. Dus, nou, wat hebben we nou voor jullie voor leuks als nieuwjaarsactie? Nou. Wij mogen bioscoopkaarten weggeven. What? Voor de film. Ja. Operation Fortune. Yes. Ik weer. Wij gaan er dus ook naartoe. Ja, het is met Jason Statham. Ja, jij denkt dat het een beetje een film is als The Kingsman. Ik weet niet of jullie die kennen, ja. Maar die is echt super cool. Ja. Die vinden wij echt hilarisch en leuk. Die was super dik. Ja. Lekker over de top. Maar goed, deze film is dus een action comedy. Ja, en we hebben 15 kaarten, waarvan wij er zelf 2 gaan gebruiken. Mag ik het even? Dus 13 kaarten hebben we om weg te geven. Maar we gaan deze actie op Instagram doen. Dus ga even naar de laatste post, waar ook deze foto op staat of wij met de kaarten. Mm-hmm. En dan is de bedoeling dat jij 3 vrienden tagt met wie jij naar de bioscoop zou willen. En waarom? Ja. En de leukste kiezen wij uit. Ja. En aangezien we zoveel kaarten hebben om weg te geven, hebben ook meer mensen kans om het te winnen. En hij gaat in première, althans, hij wordt gelanceerd vanaf 12 tot en met... Nee, vanaf 12 januari. Oh, vanaf 12 januari. Vanaf 12 januari gaat het draaien. Ja. Dus dat vinden wij superleuk, dat we eigenlijk al in het nieuwe jaar gewoon woef, gelijk iets leuks met jullie kunnen delen. Absoluut, ja. Zeker. En de hoofdrolspeler is dus Jason Statham. Leuk kerel. En hij is lid van een internationale inlichtingendienst. En die wordt gerekruteerd door MI6. Om iets van een hele gevaarlijke, dodelijke wapenverkoop dinges, wereld destructive apocalypse-achtige taferelen te voorkomen. Dus, dat wou ik even zeggen. Dus wij denken dat die heel leuk gaat zijn. Ja. Dus we hopen dat dat zo is. Superleuk om even met z'n tweetjes uit te zijn. Ja, gewoon sowieso eventjes. En aangezien Jesse nu lekker in bed ligt, gaan wij ook even lekker met z'n tweetjes op de bank hangen. Een buitenkuk. Met een chips. En en gewoon even een tv'tje aan. Misschien The Masked Singer. Of misschien een serietje. Of we kijken nog even. PlayStation. Of, nou, we hebben zoveel opties. Niet te geloven, ja. Dus, doei! Dag.
Goedenavond, het is oudejaarsavond. En vrienden van Sergio die zijn gezellig langs. Collegaatje. En met de kindjes. Dus Jesse Silver heeft daar heel leuk mee gespeeld. En we hebben de ton buiten gezet. Ja, ik ga maar proberen aan te steken. Ja, en we hebben sterretjes. Oma heeft sterretjes meegenomen. Dat is een grapje. Dus we gaan eventjes kijken of het wat is. We zijn al flink begonnen. Het is nog zeker geen 12 uur. Dan zie je nog wat je eigen feedback is. Nee, dus ook. Nee, nog niet. Waarom ging die mis dan? Omdat die het gas overal uitkwam bij die banden in plaats van... Alleen aan de voorkant. Ja. Zo, ik denk dat we nu al ruiken naar rook. Denk je niet? Ik denk het wel, ja. Ik ruik sowieso naar verschroeid haar. Ja. Ik niet hoor. Verschroeid armhaar. Ik ga gewoon naar Jesse Silver. Naar bloemetjes. Zo, de rust is weer een beetje wedergekeerd. Sergio die gaat nu appelflappen maken met geschoeid haar. Ja. Eerst betaalt hij hartstikke veel geld om ze te laten zetten. En vervolgens geschoeid is ze met. Ze zeggen altijd dat verbrande grond vruchtbaar is. Dus het is gewoon helemaal met voorbedachte raden. Ik rook alleen maar wat, maar ik dacht dat het mijn armhaar was. Ja. Ik zag op een gegeven moment echt zo'n hele verbrande toef. Nou, gelukkig is het goed afgelopen. Ja, rotbranden zeg. Ja, nou, dan gaan we dus niet meer doen. Gaan we niet meer doen. Gaan we niet meer doen, nee. We hebben nu in ieder geval de tuinslang klaargelegd. Ja. Voor het geval dat. Het vuurtje is nu diep in de ton. Je ziet hem nu niet eens, alleen een beetje rook. Ze zijn verder nog lekker aan het... afsteken. En Sergio gaat eigen appelflapjes maken. Doe ik even. Doe jij gewoon even. Wij vinden het altijd heel gek om dan te zien wat er allemaal dit jaar is gebeurd. En hoeveel je eigenlijk al vergeet dat het allemaal pas dit jaar is gebeurd. Ik vind ook die dingen van de televisie altijd het leukste. Ja, om even te kijken. Ja, en ik heb ook Guido Weijers opgezet. Althans, dat we een herinnering krijgen. Die vind ik ook altijd wel leuk. En op TV West is natuurlijk Bral, hè? Ja, Bral en Claudia de Breij staat er ook, geloof ik. Ja. Jesse Silver is bezig met zijn tent, met zijn eigen huis. Dat wordt wel heel wat. Oh. Hij wil nu al op zijn eigen wonen. Zo, dat ziet er goed uit. Gaat goed, hè? Ja. Mooi. Zet een lekker eitje erop smeren. Ja. En dan kaneelsuiker eroverheen. Lekker. Zullen niet de mooiste appelvoppen zijn? Ja. Dat gaat wel weer. De smakelijkste. Precies. Het ziet er goed uit. Jij weet wie dat is. Hij is ook lekker. Dat, ja. Een mooie mesje. Oh, waar is dat nou? De groeten van. Oh nee, je hebt een naam. Volgende, ik, volgende. Ja, nee, dit is de laatste. Oh. Je hebt een naam. Wat? Hoe deed hij? Ik zeg, het speelt in de film Fast and Furious. Hoe deed hij? Het speelt in de film Fast and Furious. Ken je wel. Zeg, hoe heet hij? Hoe deed hij? Ludacris. Nee, hoe? Ja, ik kan niet opkomen van welk liedje dat is. Zo jammer dit. Oké, helaas. Next. God, wacht even. Even opnemen. Die ken ik sowieso. Gaan we dan, hè? Ja, oké. Okay. Een winkel waar je huishoudelijke producten kan kopen. Dus Action. Nee, die zit bij ons in de winkel. Bij ons in de winkel? Ja, naast Albert Heijn. Binnenkom. Albert Heijn. Nee. Kruidvat. Ja. Altijd verrast. Andere. No, Ethos. Nee, andere. Ah, tegenover de...
Een bord. Waar je, je hebt twee bordspellen. Gansbord. Nee, met de Monopoly. Koning, heer. Koning, heer, duizenden. Ridder. Nee. Dammen, schaken. Ja. Hoofdrolspeler van... Hupstap. Nou wel. Oké, 1, 2, 3. Het is een feestdag voor honden, katten. Dierendag. Ja. Het is een winkel waar ze allemaal leuke spulletjes hebben en ik moet er altijd in. Het lijkt op een blokkar, maar het is het niet. Nee. Action. Nee, het is gele letters heeft het. Elke. Zeeman. Nee. Oké, je hebt een boot in de Efteling. Nee. Hoop ik dat ik het goed zeg. Ja, hoe heet het? Het schip. Nee. Hoe heet het? Dat wat op en neer gaat, is het schip. Nee, toch? Ja. Jawel. Hij is afgelopen. Ja. Ja. Is dat de schip van Hollander? Schommelschip. Het is bijna 12 uur. Champagne wordt voorbereid. Ja, een echte? Ja. Is die niet warm of niet van binnen? Oh, dat is raar. Dat is raar. Hij heeft niet warm, papa. Nee, er waren geen vlammen meer. En ik mocht het stokje niet afpakken van hem om wat dieper in de ton te gaan. En hij wilde hem niet loslaten. Nou, sowieso voordat we aan het aftellen gaan, dan is het vriendschap, ja. Opwarmen, liefde. Ja, en vriendschap, hè. Oh, en liefde, liefde, liefde. En vriendschap, en opwarmen, liefde. En heel veel plezier in het gezondheid in het nieuwe jaar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja! We hebben hem al geopend, dus je mag zeggen welkom bij een nieuw jaar. Welkom bij een nieuw jaar. Ja, want het is 2023. Ja. En deze meneer was gewoon om 6:30 wakker. Terwijl wij... En oma was hier aan het slapen en ik kom ook gewoon bij oma liggen. Nee, je ging oma wakker maken om 6:30. Ja. Was oma ook niet zo blij mee. Hè? Nee, dat was wel heel vroeg, hè? Ja. En wie ik ben, dit! Lekker, hè? Ja. We zijn even alle laatste dingetjes een beetje op aan het maken. Zodat we daarna met een schone lei kunnen beginnen. Sergio was helemaal zielig, want die had gewoon een hele vroege dienst. Dus die moest om 5:30, 6:30 of zo, moest die op. Maar het is wel zijn laatste dag op deze afdeling. En dan gaat hij ook weer een nieuwe uitdaging aan in zijn werk. Dus dat is wel leuk. En bijzonder. Ik heb even gestofzuigd. Wasje aangezet. En vandaag gaan we de kerstboom aftuigen. En dan gaat het normale leven weer beginnen. Wat zeg je? Wat zeg je nou? Dat we de kerstboom gaan aftuigen.
gaan we de kerstboom weer opruimen. En dan kan die weer in de doos tot volgend jaar. Ik ben weer thuis. En het was mijn laatste dienst. Ik heb ook gezegd, ja, zijn laatste dienst. In mijn huidige functie. En vanaf morgen ben ik medewerker van de VN. Ik mag alleen niks zeggen over mijn werk. Tenminste, niks inhoudelijks. Wel wat ik doe. Mocht je het willen weten, dan hoor ik het wel. Hey Jess. Ja? Zullen wij nog eventjes om alle feestelijke dagen af te sluiten naar de McDonald's gaan? Ja. Oh, jij hebt al toastjes. Oh, dan hoef jij niet meer naar de McDonald's. Nee, ik heb geen donuts van, maar dat zijn koekjes. Oké, donuts. McDonald's. We noemen dat toastjes. Toastjes? Ja. Deze? Mm-hmm. Wat? Ja, een nieuw woord voor je vocabulaire. Wat ben je nou allemaal nog aan het schoonmaken, terwijl we al drie keer zeggen dat we gaan? Ja. Jij blijft maar schoonmaken. Inderdaad, wij wilden niet op 1 januari stoppen met fretten, maar op 2 januari. Dus morgen gaat bij ons het licht uit wat betreft brood, het licht uit wat betreft koek, het licht uit wat betreft chips, aas, chocola, allemaal thuis uit. Is wat? Ja. Met chocola. Lekker fit worden. Fit boy and girl. Couple fit couple goals. Nou ja, ik wil in ieder geval eerst gewoon weer even normaal worden. Ja. Goedemiddag. Je zou wel denken, wat ziet ze eruit? Nou, we hebben gelijk onze goede voornemens in de strijd gegooid. En Jesse Silver en ik zijn gaan wandelen. Hè? We zijn hartstikke nat geworden, want ik had niet even naar buienradar gekeken. Maar ik moet zeggen, we hebben wel langer gelopen dan ik eigenlijk wilde, dus dat is goed. Want ik wil proberen minimaal 30 minuten per dag te bewegen. En we hebben nu echt wel een uur gelopen. Maar het is echt... Nou... Oei, oei. We zijn zeikers nat. Maar we hebben inmiddels ook honger. Hè? Ik heb lekker een koekje. Met deze. Oh, je hebt lekker prikkertjes. Maar ik ga even een goede lunch voor je maken. Ja. En ik heb nog niet gegeten. Want ik wil gaan kijken of ik het intermittent fasting ook weer kan oppakken. Dus ik heb nu inmiddels ook wel honger. Want het is nu 1:30 en ik had nog niet gegeten. En alleen maar een theetje gedronken en wat water. Dus, nou, dat is in ieder geval goed. Kijk dan. Wat is dit? Ja, ik... Durfde eigenlijk tijdens het eten niks te zeggen. Ik ga echt, ik ga Iris weer even sowieso even bellen. Zo van, hey meid. Op wie... Wat is dit? Op wie lijk ik nou? Je lijkt een beetje op de moeder van Eric van de 70's show. Ja. Zo, maar het is een flinke uitgroei ook weer, hè? Zo, dat je er gewoon ziet hoeveel het gegroeid echt is in die korte tijd. Ja. Het lijkt net een beetje de Alpengebergte. Het onderin is het donker en dan bovenin ligt de sneeuw. Ga je lekker, jij? God, dat mag dan. Nou ja, dus... Ik vind het mooi. Ik ben nog steeds de allerknapste. En geen make-up op. En nou, helemaal top. En heel zwaar. Dus... Het is vandaag 2 januari. Ik heb mijn eerste dag gehad op het werk. Superleuk. Ik ben er heel blij mee. Hi, want. En dit was ook de dag dat we weer gaan beginnen met beweging. Lekker fit, strak. Alles op en eraan. Vooral... Je lekker in je... In ja. Het koppie. Yes. Weet je wel? In het koppie. Ja. En daarvoor gaan we wat oefeningen doen. We gaan het jullie besparen. Want het ziet er echt niet flatteus uit als wij dat doen. We hebben ons gewogen... Dus we gaan nu beginnen. Dit was echt... Ik zit boven de 80 kilo. Ik ben gelukkig nog wat lichter dan hij. Gelukkig wel, maar veel te zwaar. Ja, dit heb ik echt nog nooit gewogen. Ik wist dat ik mezelf had laten gaan de afgelopen maand vooral. Maar ik weet niet waar het echt ontspoord is, zeg maar. Maar dit is echt... Oké.
Dus. Ja, en we zijn ook niet zo lang allebei, hè? Want jij bent 1,72. 1,71. En ik ben 1,67. Precies. Dus ik wil 15 kilo kwijt, ongeveer. Ja, ik... En jij? Mijn gedachte zegt iets van 10, maar ik wil gewoon afvallen... totdat ik mijn piemel weer kan zien. Nou, dat ruimt. Ja. Op 10. Nee, gewoon dat ik me weer comfortabel voel. Dus laten we er niet echt een cijfer aan hangen. Nee, ja, maar ja, voor jou is het anders dan voor mij. Want ik moet natuurlijk ook gewoon... ik wil gewoon weer lekker in mijn vel zitten. Toch zoveel mogelijk teruggaan naar de René die ik voor was. Dat gewoon de kleding weer mooi staat. Ja. Dat je niet ineens denkt van, zijn dit mijn benen? Dat je een trouwjurk kunt gaan uitzoeken. Is dit, dat ook inderdaad. Dat ook een keer ervan gaat komen en dat ik er gewoon uitzie zoals ik zou willen. Ja. Vet van mijn buik, benen, armen. Mijn nek. Dus het moet gewoon gebeuren, jongens. En het is 2 januari. Hartstikke idee. Let's go. Zo. Zo. Nou, ik heb 500 calorieën verbrand van vandaag. Vandaag? Ook door het lopen natuurlijk een uur. Ja. Bijna. En net. Ja. Rustig aan begonnen. Ja. Als je te veel gaat eisen nadat je een lange tijd niks hebt gedaan, dan raak je alleen maar gefrustreerd. Ja. Dus, het is ook gewoon echt alles wat je doet, zelfs gewoon even normaal gaan zitten op de grond of zo, weet je wel. Alles voelt zwaar. Ja. En, zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Ja, dus ik hoop dat ons lichaam snel gaat herkennen van, oh ja, wij konden vroeger trainen. Ja. En dat het allemaal wat minder... oncomfortabel voelt. Kijk, ik vind dat er een verschil is tussen van, oké, je bent aan het trainen, je kan de beweging, maar nu kan ik niet meer, want ik heb te veel getraind. Mm-hmm. Dat vind ik dan anders dan dat alles gewoon oncomfortabel voelt. Ja, zeker. Het is gewoon echt, oh, dit voelt echt niet goed. Oh, dit ook echt niet. Ja. Dat is gewoon zo ongemakkelijk dat je echt, ik heb er geen zin meer in. Nee. Maar ja. Ja. We hebben het toch gedaan. We hebben het gedaan. Begin is gemaakt. Begin is gemaakt. Bam. Jij hebt nu ontzettend honger. Ik heb heel erg honger, inderdaad. We doen ook een intermittent fasting. Dus dat betekent na 8 uur niet meer eten. Ja. In principe doen we van 12:30... laten we zeggen tussen 12 en 8 eten. Ja. Nou, als ik mijn werk aanhoud, dan wordt het altijd 12:30 pas. En dan, maar wel, plafond is 8 uur. Ja. Dus dat mag niet meer, maar wel veel water drinken natuurlijk. Ik ga een goede bak thee zetten, inderdaad. En volgens mij was gember ook eetlust verlagend. Dus die doen we er lekker in. Die doen we lekker in. Lekker citroen. Citroen. Misschien een beetje kurkuma. Kurkuma. Nee, voor mij niet. Nee, voor jou niet. Dat weet ik. Nou, in ieder geval, ik ben benieuwd of jullie ook goede voornemens hebben. Laat het even weten, zou ik zeggen. Uiteraard, hoe jullie oud en nieuw was, zijn we ook heel erg benieuwd naar. Altijd leuk om te horen. En dat was het dan weer voor deze video. De allereerste video in 2023. Vonden jullie dit weer een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. En dan zien we jullie heel graag weer bij de volgende video. I just wanna see where love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me.